Maar is die nou gematigder geworden of niet, die Wilders? Wat denk jij? Of is het gewoon allemaal spel? Het is sowieso allemaal spel. Ik geloof gewoon dat hij... En dat doet hij ook wel weer gewoon bijzonder slim. Ook hier in dit debat zie je wel zijn ervaring. Je ziet wel dat hij een echte... die beter is. En met de humor... Champions die... League, hè? Ja. Ik heb er gisteren echt even 10 minuten naar zitten luisteren. Mm. Is echt verbaal Champions League. Ja. Ja. En de humor. Ik heb ook vanmiddag er ook over na zitten denken hoe het komt. Kijk, wat hij niet doet... Bijvoorbeeld, we hebben hier Timmermans gehad... en we hebben Caroline gehad en we hebben Dylan gehad. Ja. Die zoeken contact met jou... Ja. Dus als zij praten, zoeken ze contact. Ja. Hij niet. Oh ja, praat recht voor zich. Hij niet. Dus je zegt bijna niks terug. Want hij maakt geen contact. Pas als je contact maakt, dan heb je ook door... als iemand iets zegt, dat je denkt van... nou ja, hier twijfelt hij wel weer, weet je. Maar dat doet hij niet. Nou, is hij dan bang voor een reactie? Hij maakt geen contact. Nee, maar hij is nergens bang voor. Dwars door je heen. Hij is nergens bang voor. Maar hij is wel een controlfreak. En in de media wil hij niet... Hij wil gewoon ook, Wilders wil ook niet tegengesproken worden. Dus op het moment... Ik kan vind ik een goede eigenschap. Ja, dan moet je vaker voor je uitkijken. Maar dan kijk je naar hem. Nee, maar hij is zo ontzettend ad rem. Zo. Kijk, ja, op het moment dat die Timmermans iets doms zegt... en dan zegt hij van... ja, dan kun je wachten tot je ons weegt en dat duurt te leven. Ja. Ja. Nou, op een gegeven moment had hij een soort traan uit zijn ogen. Daar zei ik wat van. Ja. Maar hoe snel die dan is, hè? Zo. Knap, hè? Toen zei hij, ik zie je voor de tweede keer. Ja, dat ging zo. Maar kijk naar Timmermans, ik heb het niet meer. Nee, dat is echt goed. Ja. Goed, maar in een split second, hè? Dat vind ik wel knap, hoor. Ja, had er nog zo eentje. Komt-ie. Wat ik uiteindelijk wil... Is een misschien is vol steeds, heb ik de indruk. Maar dat is niet vanwege u schiet een beetje vol, zie ik steeds. Ja, maar... ik zie u nou de tweede keer. Ja, toen kijk je dat natuurlijk, ja. Dus ik kan het niet verbergen, excuses. En dat... ik eis van u dat u hem dat... ook als gewoon Nederlanders behandelt. U kunt eisen tot u ons weegt, en dat zal even duren. Maar het gaat dat niet... duurt een hele tijd. Het gaat niet. Ja, en weet je wat nou nog het lullig is? Dat komt nog harder aan als je die niet lekker in zit. Ja. Overigens deed Timmermans daar ook wel weer sportief over. Want die lachte daar wel op. Ja, maar hij moet toch wel? Nee, je kan toch niet, boer met kiespijn. Je kan toch niet boos worden? Maar het aparte is, je voelde ook toen je ging staan... hij nam ook echt hij wilde meteen de aanval openen. Als je kijkt naar het verkiezingsprogramma van mijn collega... van de Partij van Arbeid, Frans Timmermans... ja, dan zit daar eigenlijk niks in. Er zit al wat in om mensen die in Nederland niet mogen zijn... om die het land uit te krijgen. Maar verder wil die, geloof ik, het klimaatbeleid inzetten... om mensen minder uit Afrika te krijgen. Hij wil meer veilige routes voor mensen die hier naartoe komen. Ja, maar eigenlijk, begrijp je wat hij toe wil. Eigenlijk gaan we straks over hebben. Eigenlijk, hij geeft Nederland gewoon helemaal weg. En de PvdA-kiezer, die is daar het dupe van. Die wil net in die wijken die de klos zijn van iedereen die hij binnen wil laten. Moet je je voorstellen, als je 19 jaar geleden... geboren bent, toen was hij al van de PVV. Toen begon hij al met verdeeldheid te zaaien in dit land. Hij is daar 19 jaar mee doorgegaan. Ik heb zelf een zoon van 19. Stel je voor dat mijn Marokkaanse buurman, als ik die zou hebben... een zoon van 19 heeft. Die jongen heeft alleen maar gehoord dat Marokkanen eigenlijk minder moeten in Nederland. Van meneer Wilders. Hoe kijk jij naar Frans Timmermans? Nou, het was echt drop of eronder, merkte je aan alles. Ik was wel heel erg benieuwd... hoe komt het aan bij de mensen in het publiek? We hadden best wel wat, bijvoorbeeld Cindy aan het einde... die heeft moeite met rondkomen, heeft een stichting... deelt ook veel eten uit, zij leeft van een uitkering. Ik was wel benieuwd hoe hij overkwam op die mensen in het publiek. En wat je merkte, was dat ze zich nogal, zeker Cindy... nogal geïrriteerd waren door wat hij allemaal zei. Terwijl hij er uiteindelijk voor de lagere inkomens... blijkt uit die CPB-berekeningen... daar heeft Cindy uiteindelijk toch wel het meeste aan. Maar ze waren zo geïrriteerd omdat hij ook... ja, ook wel veel door, omdat ze veel door elkaar heen gingen praten... maar ook bijvoorbeeld als er geen vraag aan hem gesteld werd... ging hij er toch weer op in. Ja, maar Wilfred, ik geloof... Even kijken, we hebben wat van die momenten. Kan de spreidingswet er zo snel mogelijk komen, maar dan wel... zonder heel Nederland vol te duwen met AZC's... dus wel met een beperkt aantal vluchtelingen. Ja. Maar als meneer Wilders? Kijkt, als je kijkt dat je 50.000... Dat was het aantal van dit jaar. Als je bij 50.000, als je dat spreidt over Nederland... dan worden het allemaal kleine locaties met heel weinig overlast. Het is wel leuk dat hij niet reageert, ook Wilders. Hij denkt, doe maar. Ja, maar dit is toch de Timmermans. Die oogt hier toch wereldvreemd. Ja. Die krijgt helemaal geen vraag. En gaat gewoon recht voor zich uit gewoon staan praten. Iedereen die daar, die kijkt elkaar raar aan. Van waar praat hij tegen? Want er is helemaal geen vraag aan hem. Ja, ik maar vind zag je net dat hij, ook toen hij over Timmermans zat... dat hij niet aangekeken heeft? Hij heeft hem niet aangekeken. Nee, hij praat voor zichzelf uit. Hij praat voor zichzelf. Behalve toen hij tegen mij zei dat ik dom was, keek hij hem aan. Toen keek hij hem aan.